Dames en heren, mensen willen altijd graag weten wat je nou voor zo'n show ontvangt. Dat kan ik me voorstellen, dat is interessant. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Deze man verdiende in één klap $2 miljoen. En nou zeggen ze dat dat de reden is dat Duis met zijn vuist wil stoppen. Nou is het Amerikaanse showbusiness, maar hoe is het gesteld met de Hollandse showbusiness? Giro 57.000, dat wordt nu geprojecteerd op mijn buik. Oh, wat goed staan. Giro 57.000 Amsterdam. Sorry. Pierre, die kan er nog precies zeggen wat u er bijna bij moet zetten. Het is gewoon een moderne manier van met de pet rondgaan. En dit is een collega van mij die ontvangt per show $40.000. $40.000 per show. Nou, dan kunt u wel eens een beetje nagaan wat ik ervoor krijg. Huh? Nee, ik zeg het niet. Nee, ik zeg het niet. Ik zeg niet wat ik ervoor krijg en wat ik ermee doe, gaat u ook niks aan. Hoeveel bloemen zijn er niet te zien op de Amsterdamse Waalen. 2.917 indrukwekkende gevallen. Zwarte riek en rode leen, Lulu met het houten been, Groningse Griet en Marloes uit Geleen. Alles groeit en bloeit meer dan ooit voorheen op de Amsterdamse Waalen. Oh, hoeveel vogels zingen er een lied op de Amsterdamse Waalen. Oh, hoeveel talen hoort men er wel niet als de avond is gevallen. Russisch en Amerikaans, Duits in dit ondermaanse op de Amsterdamse Waalen. Van die buurt als van een mooie vrouw die nog nimmer is gevallen. Hoeveel verschillen zijn er niet in bouw op de Amsterdamse Waalen. Hier een gevel rank en fijn, daar gotiek beheerst van lijn. En de barok van het oude kerksplein. Het is een feest voor de geest, eventjes te zijn op de Amsterdamse Waalen.